morgen. Ja, Ajax tegen Kakkies. Of Kakkies Ajax, wat is het eigenlijk? Ja, 1-1. Nou ja, eerste helft misschien een klein beetje weggespeeld. Tweede helft vond ik totaal overheersen. Dat we de 1-0 maken, schitterend. En dat we alleen, ja, Fout van Dijks, sukkel van een Dijks, die gewoon niet oplet. Het gewoon ik denk te dromen. Dat die bal erin gaat, kut, 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 kut. En ja, de droom van Kakkies dat ze kampioen kunnen worden, ja, die kunnen ze prullenbak gooien, want dat gaan ze echt niet worden. Die dip die komt van hun zeker nog een keer. Dat zijn het blijven kakkelakken en kakkelakken kunnen nooit winnen. Dus dat is, het enige wat ze kunnen overwinnen is dat ze zich meevuldigen met hoe meer doodgaan, des te meer komen. Maar op een gegeven moment verdeelt het toch, als die aas wel uitkomt. Die moet erin uit, dus sowieso. En wij spelen nou weer tegen de club uit Rotterdam. De ex-Celsior. Ja, die moet je gewoon overheen lopen natuurlijk in Amsterdam en Arena zaterdagavond. Dat gaan we ook wel doen. Want ik vind ons steeds beter voetballen. Dat ligt misschien aan mij of ik zie het anders. Maar ik zie er steeds meer grotere lijnen en goed voetballen in. Compact in. Dus al hadden we niet in ons doen tegen de Kakkies. Ik denk dat we wel steeds beter gaan voetballen en dat het gewoon goed komt. Ik denk dat we wel hoge ogen scoren. Dus ik denk dat we kampioen kunnen worden. Dat kunnen we sowieso worden kampioen. In ieder geval, kom maar eraan. Wat zeg je? Goed.